De haven van Werkendam is uit zijn jas gegroeid en er is meer ruimte nodig om verder te groeien. De gemeente Altena en de betrokken bedrijven willen daarom meer havencapaciteit realiseren. De aanleg van een compleet nieuwe haven is een zeer langdurig proces. Omdat de betrokken bedrijven eigenlijk niet zo lang kunnen wachten, is het nu tijd voor actie. Ja, zeker. Er wordt al heel erg lang en eigenlijk wel een beetje te lang over nagedacht al over een herstructurering hier in de haven. Inderdaad, de Biesboshaven, één haven, Beatrixhaven, andere haven hier in Werkendam. En er is al jaren een zoektocht gaande van de extra kaderruimte. We weten dat er uit recente onderzoek ook van de WMI weer is gebleken dat we op zoek zijn naar de bijna 2,5-3 kilometer kaderlengte extra. Dus ja, dat geeft ook wel echt de opgave van dit gebied. En in ieder geval een deel van die opgave kunnen wij gaan invullen met het realiseren van een insteekhaven hier in de Biesboshaven. Een stuk, wat een braakliggend terrein op dit moment en een deel wat ouder bedrijventerrein. Voor het realiseren van de insteekhaven trekt de gemeente Altena op met betrokken bedrijven en is men nu in gesprek met grondeigenaren. Met de eigenaren van de gronden zijn we op dit moment in gesprek. Om te kijken hoe we samen uit kunnen komen dat wij als gemeente voor het Maritiem Cluster hier de haven kunnen ontwikkelen. En dat ook zij als grondeigenaar op dit moment er ook goed uitkomen. Klassiek is natuurlijk, wij als gemeente kiezen de lijn. Wij gaan daar iets doen op een plek. En wij proberen je uit te kopen. Dus lukt het niet, gaan we onteigenen. Uiteindelijk komen we bij de Raad van State elkaar weer tegen. Nou, zo'n traject wil je vooral niet ingaan met elkaar. En vooral vanuit de visie ook en het idee van de omgevingswet hebben we gezegd, we gaan dat anders aanvliegen. We gaan een vrijwillig traject met stedelijke KVRL, een van de pilotprojecten vanuit het ministerie ook, gaan we meeliften en kijken hoe we er op die manier uit kunnen komen. En dat resulteerde laatst in de intentieovereenkomst die getekend is. Waarin alle grondeigenaren in ieder geval hebben aangegeven van, wij gaan graag in gesprek met jullie over hoe wij dit stukje nu droog terrein in ieder geval nat terrein kunnen krijgen. Wij doen het niet voor onszelf. Wij doen dit echt voor het versterken van het Maritiem Cluster. De opgave die vanuit het Maritiem Cluster ook komt. Van, wij hebben die ruimte gewoon heel hard nodig. Ja, en als je dan een stuk terrein hebt liggen waar je met elkaar een in ieder geval een stuk van de opgave kan invullen, dan moet je in ieder geval op pad gaan om te zoeken hoe je dat met elkaar kan gaan realiseren. Hoe men deze haven voor zich ziet is ook al helder. Ja, een insteekhaven is niet anders dan een stuk damwand en water, zeg maar. Maar de afmetingen zullen 50 meter breed en 135 meter diep worden. 135 meter is echt heel bewust gekozen, omdat dat gewoon de langste lengte is van een binnenvaartschip op dit moment. En de breedte is zo dat er in ieder geval 4 schepen in kunnen. En daarmee kan je aan weerszijden een kade met een werkkade creëren en 2 schepen afmeren aan weerszijden. En dan heb je in ieder geval voor de bedrijven die eraan komen te zitten in ieder geval weer een stuk nat bedrijventerrein ontwikkeld. Als het aan de wethouder ligt, gaat het niet lang meer duren voordat dit project gerealiseerd gaat worden. Nou, de bedoeling is ook vanuit de intentieovereenkomst om voor 1 maart met elkaar eruit te zijn. Dat de plannen in ieder geval dusdanig liggen dat iedereen daarmee akkoord is. Dat ik ook met een voorstel naar onze gemeenteraad toe kan. Die financieel doorgerekend is. En als dat allemaal door is, en dan zullen we dus maart, april bij de gemeenteraad staan met een raadsvoorstel. Ja, en als die er doorheen is, dan hoop ik dat we volgend jaar op deze plek staan en dat er dan gegraven wordt.